Aan alle jongeren van Nederland. Jullie hebben gelijk. De wereld is gelogen, de politiek is een poppenkast, alles en iedereen is tegen jullie, foxen. Maar nu? Wat nu? Iemand zei ooit iets moois over macht. Om macht te krijgen moet je of geld hebben, of je moet mensen kunnen organiseren. Geld hebben we niet. Mensen wel. Zo'n 4 miljoen jongens en meisjes tussen de 18 en 35 in het hele land. 4 miljoen. En we hebben middelen. Sociale media. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Tinder. Stel je voor dat alle 4 miljoen jongeren in Nederland uitzoeken welke politieke partij hen het beste vertegenwoordigt en daar dan op 15 maart massaal op gaan stemmen. Die actie zou de grootste middelvinger ooit zijn. Een middelvinger naar alle zure oude mensen die zich druk maken om zaken waar ze geen verstand van hebben en om mensen die ze niet kennen. Niet alle oude mensen, maar dus de mensen die zich druk maken enzovoort. Oftewel, sukkels. Maar wel machtige sukkels. Waarom? Omdat ze dus informeren, organiseren en handelen. Het is een misverstand dat je stem automatisch naar de grootste partij gaat als je niet stemt. Dat klopt dus niet. Het is veel erger. Niet stemmen betekent opgeven. Opgeven betekent geen verantwoordelijkheid nemen. Geen verantwoordelijkheid nemen betekent niks doen. En wat krijg je als je geen verantwoordelijkheid neemt en niks doet? Een felicitatie, Jessen weet het wel, van DJ Khaled. Want you played yourself. Ja toch? Beste jongeren, de wereld is een puinhoop. Deal with it. Maar als je het mij vraagt, is Nederland, ons land, mijn land, het mooiste stukje puinhoop van allemaal.